Dames en heren, welkom bij deze Disneycraft special. En jullie zijn nu eigenlijk op het goede moment aangekomen, want we gaan de Wonderworld renoveren. Dus een van de allereerste attracties van het park. Eigenlijk is de allereerste attractie de Mickey achtbaan geweest, dus de houten Mickey achtbaan die nu al is vervangen door de Robin Hood. En de ondergang is aangepast en dan is het nu ook tijd om een van de allereerste attracties te gaan renoveren. Nou, dan moet ik Dennis, Jennis en Koen bedanken voor het maken van deze constructie. Het is het nieuwe ingangpaleis van de Wonderworld. Zoals je ziet is het nog helemaal ben ik het nog mooi aan het maken voor de rest, aan het afwerken. Er komt dus een nieuwe muur. Dit gaat allemaal weg. Dus dit hier zo naast het piratengebied wordt ook weggehaald. Hier zal dan de ingang komen. Het is dus de enige attractie die gebaseerd is op het kasteel. Zoals je ziet komen ook een aantal kleuren en dingen terug in deze attractie. Wat eigenlijk expres altijd zo was. Dus dat hebben we zeker nog steeds dat we dat erin houden. Nou, de ingang wordt nieuw. De VIP besturingshokje wordt helemaal nieuw. En ook de attractie is 2,5 keer groter geworden. Ik geloof dat het normaal, dat het ongeveer, even kijken als ik het zo moet zien. Dan lag hier ongeveer de streep dat het zo groot was. En dat ging ongeveer naar die kant. En zoals je ziet is er echt heel veel bijgekomen. En is ook het hele Disney Tour gedeelte doorgetrokken naar dit. Dus echt heel veel ruimte is hier in één keer gemaakt. Want er was ook heel veel ruimte hier. En even kijken hoor. We zijn hier ook bezig aan de binnenkant. Eikhoek heeft dit gemaakt als test. Die heeft even wat gemaakt hier. En dat ziet er fantastisch uit. Hartstikke leuk gedaan. Echt heel magisch. En dit zal een beetje de sfeer worden van de attractie. Zoals we die ook gewend zijn. Echt super gedaan, Robin. Top. Kijk. Nou, hier is dus de buitenkant. Zoals je ziet zijn de bomen helemaal weggekapt door firma Duck & Co. En zoals je ziet is dus de hele muur opnieuw aan het opstijgen en wordt dat helemaal aan de zijkant gemaakt. En wordt er aan de ene kant ook een hele grote berg geplaatst. Dus dat is heel vet tegenover de Disney Tour. Nou, ik neem je een stukje mee om te laten zien hoe we de muur opstellen. Kijk, dit is de oude ingang hier zo binnenin. Dit was de besturing. Daar kon nog starten, broadcasten, dus het wordt allemaal vernieuwd. Of ook de attractie daar begint is nog even de vraag, omdat we natuurlijk echt alles aanpakken. Hallo Robin, je zit een beetje te gluren hier. Ja. Want jij bent nooit erbij geweest, hè, toen wij deze attractie begonnen met bouwen. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen bij geweest, Pieter ook niet. En ik denk dat daar alleen Black Quid bij was. En Gio denk ik wel, ja. En Rovi sowieso ook wel. Dus er zijn heel weinig mensen die het hebben meegemaakt. Dus dat is wel grappig, omdat nu... En dat is ook voor mij niet echt... Is dat gefilmd trouwens, de Wonderworld? Ik weet het niet of dat de bouw van de attractie is gefilmd. Dan zou ik echt heel erg moeten terugkijken naar vroeger. Iemand zegt al, denk het niet. Ik geloof het ook niet. Dus dan is dat wel grappig om nu eindelijk eens te zien hoe dat in zijn werking gaat. Het is niet een hele, hele bijzondere attractie, maar dat gaat het wel weer worden. En dat is het punt wat we gaan doen hier in Disneycraft. Nou, dit was een hele kleine special, maar dat zijn altijd kleine video's. Dat jullie sowieso weten wat we aan het bouwen zijn en renoveren. Dat is belangrijk om dat te weten. En tot de volgende keer. Doei!